In Nijmegen wordt heel wat afgestookt via houtkachels, open haarden en barbecues. Maar dat kan leiden tot gevaren voor de gezondheid. Als eerste Nederlandse gemeente ontwikkelde Nijmegen de stookwijzer, die op basis van de luchtkwaliteit en windsnelheid aangeeft of je op jouw locatie veilig kunt stoken. We hebben uit ons eigen onderzoek is gebleken dat mensen heel veel behoefte hebben aan informatie over weersomstandigheden en dan graag advies willen van of het nou juist een goede of een slechte dag is om hout te stoken. Ik vind het een heel mooi instrument en ik moet zeggen dat hij eigenlijk een ondersteuning gaf van het idee wat ik vanmorgen al had, dat of die kachel wel of niet aan mocht. De meeste mensen stoken voor de gezelligheid en dan hebben we het niet alleen over open haarden en kacheltjes, maar bijvoorbeeld ook over hout stoken buiten in korven en barbecuen. In de zomer is dat natuurlijk een favoriete bezigheid. En soms kom je door wijken dat je denkt van nou, hier is het echt feest vandaag. En mensen die hout stoken om een huis te verwarmen, nou ja, die hebben ook kachels die aan andere voorwaarden voldoen, idealiter. Dat is niet altijd zo. En dan zie je dus ook wel vaak dat wij als gemeente klachten krijgen. Wij zijn een beetje bewust, mevrouw en ik, zeg maar, van het aanstoken van de kachel. En daar spelen meteorologische omstandigheden ook duidelijk een rol. Bij mist, nooit de kachel aan. Bij langdurig hoogluchtdrukgebied, niet de kachel aan. Dan zie je aan de einde van de horizon, zie je het zwart op bruin. En dan betekent dat je niet moet stoken. Ik heb hier ook een sensor aan de voorkant van het huis hangen. En die geeft ook de kwaliteit van het lucht aan in CO, CO2, NO, NO2, O3 en zulke soort omstandigheden, als ook geluid. En daar kan ik ook aan afmeten van wat de kwaliteit van de lucht is. Ik heb altijd het idee van in het verleden gehad, ik kan stoken of ik kan niet stoken. Dus daar was al een stukje bewustzijn. Maar ik denk dat dit een extra ondersteuning is van een stukje argumentatie om wel of niet te stoken. We lanceren hem vandaag, maar we weten wel dat veel gemeenten meekijken en geïnteresseerd zijn om iets soortgelijks te doen. Het begint toch vaak met informatie. We zijn samen verantwoordelijk voor een goed leefmilieu in de stad. De industrie die doet hard mee. We maken het verkeer steeds schoner. En onze inwoners moeten ook meedoen door vooral hout te stoken onder weersomstandigheden die toelaten. En dan ook liefst in gesloten kacheltjes en niet in open haarden.